Hoezo? Wat dan? Een bijrolletje in een oorlogsfilm. Een roodharig meisje in de hongerwinter. Maatje 32, bleek gezicht, op je lijf geschreven. Of, nou ja, daar staat niet genoeg schrijfruimte voor. Shit. Ik weet wat we kunnen doen zodat de tijd sneller gaat. Een speed! Spelletje! Spelletje! Oh, ook leuk. Ik zie wat jij niet ziet. Dat is fucking lijp, man. Kijk. Timor is al begonnen. Welke kleur zie je, man, bro? Wat zie je? Waar is Anna? Nee, Anna is geen kleur, man, bro. Rood haar, lekker wijf, maar geen kleur. Ik begin wel. Ik zie wat jij niet ziet. En het is bruin. Gespierd. Heeft een flink bos haar. Alleseter. Poetst de tanden nooit. Jongens, het toilet overstroomt. Scar, het was Scar. Hoe konden jullie dat niet raden? Is het heel erg? Is het erg? Nou, als we niets doen, dan staat de wachtruimte binnen een half uur blank. Met rioolwater? Ja. Chick, blank kan je echt niet meer zeggen. En hoe zou dat nou weer niet? Sorry, blank is toch gewoon iets om trots op te zijn? Wat? Mag straks ook al geen blanke vla meer zeggen? Ja, eerst negerzoenen, dan jodenkoeken. Echt, sorry hoor, what's next? Dolores, als je dit in mijn bar zou zeggen, zou ik je echt eruit gooien. Dat is echt een bar waar ik zou willen zijn. Wie heeft het gedaan? Dan weten we gelijk wat het heeft verstopt. Nou ja, jij zat net een uur binnen en toen ik binnenkwam, toen rook het ineens een dierenverblijf. Oh, was Scar daar? Het was sowieso Goedam. Ik was het niet. Nee? Als ik het was, had ik het gewoon met trots gezegd. Als mijn drol de wc had verstopt, dat is iets waar je trots op moet zijn als man. Toch, Timor? Ja. Ik zit met mijn vrienden in een letterpoep-appgroep. Ik heb laatst de letter Z gelegd, daar was ik natuurlijk behoorlijk trots op. Sommigen zijn al begonnen aan Chinese karakters, wist je dat? Dat is best moeilijk. Oké, bro, een letterpoep-appgroep? Ja. Jullie tata's zijn raar, man. Ja, en belangrijker, wie gaat me helpen ontstoppen? Kais. Ja, ik kan niet. Als ik denk, dan moet... Ja, Dolores? Nee, ik verdrink nog liever. Nee. Nou, dan help ik wel. Oh, leuk. Ik ook. Alright. Kijk, weet je wat het is? Als je woorden als blank gebruikt... Nope. Oké, we moeten snel iets bedenken, want dadelijk ben ik aan de beurt bij de psycholoog. Aan de beurt? Hoe lang zitten we hier nu al? Aan Dolores de humeur te merken is ondertussen al 8 keer ongesteld geweest. Ja, dat heet een depressie. Oh. Ja. Wow, my god. Ik geloof je trouwens hoor, dat Goulam is. Ja, weet je, die gast die zat zo lang op het toilet en dat doen wij mannen maar voor 1 ding. Of, nou ja, nog wel iets, maar dat duurt meestal niet zo heel lang en ik niet. En dat ga je hier natuurlijk ook echt niet doen. Wel, ja, we zitten hier al best wel een tijdje, dus op zich... Nee. Of, nou ja. Oké, pas op. Dit kan best heftig worden. Tuurlijk. Ja, kom. Jij was het, hè? Hoezo ik? Obvious. Je hebt dan misschien geen braakkaken, maar ik ruik de... kots. Ik heb een vriendin die al de eten uitkotst. Ze lijkt ondertussen meer op Timothy Chalamet dan op de eigen moeder. Wil je niks tegen de anderen zeggen? Tuurlijk, liefje. Als je 20 euro betaalt. Of 50 en dan zeg ik dat ik het heb gedaan. 50 euro? Ja, de waarheid is duur. Wie zegt dat? Candy. Wat? Dat is mijn drugsdealer. Tuurlijk. Ja. Wacht. Ja. Tada!
Meneer Noah, het is superbelangrijk om de wachtruimte vrij te houden van die misselijkmakende shit. Dus wat we nodig hebben, een dwel, schoonmaakdoekjes, luchtverfrisser, al dat soort dingen. Volgens mij is hier luchtverfrisser. Wat zei je? Volgens mij is hier luchtverfrisser. Wacht, luchtverfrisser, daarboven. Ja, dat zei ik net. Daarboven, pak even. Noah, je moeder belt. Zou ik opnemen? Ik ben supergoed met moeders. Nee, Gula. Kom eraan. Wacht. 2. Als je even één momentje hebt, 3. Dan pak ik eens meteen de... Hallo? Goedemiddag met Geke van de GGZ, zegt u maar. Oké, en belt u dan voor individuele of groepstherapie? Oh, wacht even. Niemand die erachter komt dat Anna het was. Sst, straks hoort Dolores het nog. Nee, ik denk ook niet dat ze het water tegen kunnen houden. Gaat het? Ja. Hoezo neem je je moeder niet op? Dat is toch de belangrijkste vrouw uit je leven? Ik wil niet dat ze zich zorgen maakt. Ze zit altijd echt bovenop me. Ik snap je. Het is alleen goed als je stiefmoeder bovenop je zit. Denk je die? Huh? Snap je? Nee, ik... Ze moet zich gewoon niet zo met mij bemoeien, want er is ooit iets gebeurd. En ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. Maar toen ik 11 jaar... Hey, Dollo, vaka. Ga jij de wc ontstoppen? Hey, Prada, zou je Dollo doen? Zou je? Dus, Eerlijk. Nou, die plant heeft in ieder geval genoeg water gehad. Yep. Dat was geen grap. Gewoon een constatering. Goed. Laat mij maar. Oh. Ik zie wat jij niet ziet. En het is kots. Ik zei toch dat ik het niet was? Als ik had... Dan was ik meteen weggegaan. Een sociale huurwoning die eigenlijk voor Henk en Ingrid bestemd is, zeker? Als ik het niet was? Wie dan wel? Anna. Wat? Ja, dat zei Flora. Ja, what the fuck, Flora? Ik heb jou hiervoor betaald, hè? Candy zei het toch? De waarheid is duur. Waarom heb je het niet gewoon gezegd? Ik vond het niet belangrijk om het te zeggen. Het is niks. Ik heb alles onder controle. Jezus, chick. Je hebt helemaal niks onder controle. Je hebt fucking anorexia. Maar ja, iedereen wil toch dun zijn? Hier, Anna, hoe kom je aan zo'n fantastisch figuur? Wauw, ik wou dat ik net zo dun was als jij. Jij bent niet dun. Je bent ziek. Ik wilde gewoon een paar kilo afvallen en ik kan er niet meer stoppen. En hoe langer ik moet wachten op mijn behandeling, hoe banger ik word dat ik er niet meer vanaf kom. En ik wil gewoon door met mijn leven. Ja, ik wil audities doen, ik wil acteren en... Sorry. Het is oké. Maar heb een beetje geduld, oké? We zijn er. En ik zou toch heel graag een keertje voor jou
willen koken als we hier straks weg zijn. Kook jij? Tuurlijk. Vissticks, dolpertjes. Oh my god. Deze man. Jongens, dit is toch gewoon eten, of niet? Ja, het is voedzaam. Sure. Tata boy.